Hallo, hier zijn we met Herbert. En dit keer doen we weer de kleine alien uit de Amakana Desert. En hier heb je hem. En deze alien is zo'n 6 centimeter groot. Is in de Amakana Desert gevonden. Uit onderzoek blijkt dat dit kleine wezentje 6 tot 8 jaar oud is. En wat ze voor de rest allemaal verzonnen hebben. Ik weet het niet en ik geloof het ook niet. Wat ik wel weet is dat ik de plek gevonden heb waar zij wonen. Waar zij leven. En dit is de beste foto die ik van het gebied heb. Zeer dichtbij. Het ziet er alleen anders uit dan je gewoonlijk in de science fiction films ziet. Het is niet zoals in de science fiction films. Hier gaan we naar de foto. Een hele aparte foto. En dan moet je dit even op je in laten werken. We beginnen eerst met de weg die hier loopt. Dan moet je eens even heel goed naar die weg kijken. Hier loopt de weg. En als je dan goed kijkt, dan kan je onder deze weg kijken. Deze weg heeft ook geen schaduw. Dit zweeft in de lucht. Dan zeg je, Herbert, hoe kom je daarbij dat het in de lucht zweeft? Kijk, hij gaat hier overheen. Hier is een heel stuk. Er is helemaal geen weg. Ja, dat is gewoon weg. De weg is weg hier. En hieronder staan allemaal constructies van ze. Even bewerken drukken. En dan gaan we even wat dichterbij bekijken. Kijk. Dan zie je dat je overal onder die weg constructies staan van de anderen. Hier heb je allemaal behuizing van ze. Het zijn allemaal ronde koepels die hier lopen. Dit is een van de beste foto's die ik ervan heb. Dit is een foto die ik gemaakt heb van de beeldscherm. Met mijn Sony Cybershot. Om zo goed mogelijk beeld te geven. Waardoor je ook meer diepte krijgt in het plaatje. Kijk, hier zie je allemaal constructies van ze. Dan staat hier een ding omhoog. Dit zie je allemaal in die deserts. Het lijkt een soort vloeistof. En volgens mij kan je hier doorheen vliegen met je ruimteschip. Een hele aparte plaat. Je ziet hier ook, als je dit ding ziet, een vliegend object erin. Zie je hier een hele aparte constructie die er bovenop ligt. Dr. Stephen Geer, die onderzoek doet naar de kleine aliens, of naar alle aliens zal ik maar zeggen, die beweert ook dat alle voertuigen die zij hebben, dat die op zich ook leven. En ik vind ook heel vaak voertuigen van ze. Die waar gewoon een mond en oog aan zitten. Hier zie je ook weer zo'n ding. En het lijkt alsof hier gewoon een oog zit. En of die hier bovenop geparkeerd staat. Er zitten hier echt allerlei vreemde constructies in. En als je hierop inzoomt, hierboven. Dan zie je hier ook allemaal constructies van ze. Allemaal behuizing wat hier tussen staat. Hiermee, je ziet hier dus nu ook de beleiding van een vorige beeldscherm weer terug. Zie je? Het loopt allemaal door. Hier beneden kan je heel goed zien dat er
constructies van hun. Ertussen staan. Het lijkt net of dit een soort bewolking is wat hier dan laag boven hangt. Wat best zou kunnen. Dat ze daar hun eigen atmosfeer gecreëerd hebben. Om zo goed mogelijk het allemaal. Want dus, of het is daar heel warm op dit, in dit stuk, of het is daar heel koud. Ja, dan moet je natuurlijk wel je eigen atmosfeer aanpassen. Dat je zo goed mogelijk beeld krijgt. Dat je het niet te koud hebt of te warm. Even verschillende plaatjes invoeren. Om verschillende beelden te krijgen van wat hier te zien is. Er zit ook heel veel diepte in. Je kan er heel goed hieronder kijken en zien dat het onder alles doorloopt. Naar mijn weten zijn ze echt daar met duizenden, als het niet met miljoenen zijn. Ja, ik ben zelf gespecialiseerd in het vinden van andere levensvormen. Ik ben in 2016, oktober 2016 begonnen op Mars naar aliens te zoeken. En ik had dat echt na een paar dagen had ik mijn eerste aliens daar gevonden. En ik heb me daar helemaal in gespecialiseerd. Ik weet precies waar je ze kan aantreffen. Hun camouflage is onvoorstelbaar, zeer goed. En al de foto's die NASA en zo ons levert, nou, die zijn in principe altijd helemaal uitgevlakt. Heel slecht. Maar ja, deze foto's, die zijn gewoon van aarde. Van de aarde, dus die zijn gewoon in kleur. En ja, dit weten ze zelf niet, dat dit gewoon te zien is. Ik kan hier vrij dichtbij komen. En dit lijkt dus gewoon een soort, ja, hoe zeg je dat, bewolking-achtig iets waar je met je ruimteschip gewoon naar binnen kan vliegen. Ze hebben daar altijd een soort innerlijke wereld bij zijn leven. Dus op Mars zie je dat ook heel vaak. Het is laag over laag en dan leven ze in die onderlagen. En dan zitten we een laag overheen. Even terug naar de grote plaat. Zie je? Je kijkt hier gewoon onder. Die wegen zweven altijd door de lucht. Deze foto's zijn allemaal gemaakt op zo'n 100 meter afstand van de grond. Nou ja, je kunt zelf nagaan als die mensen, die anderen die daar wonen, 6 tot 15 centimeter groot zijn. Hoeveel ruimte ze innemen. En ze zijn gewoon heel ver gevorderd in wat ze kunnen. En dat allemaal op onze eigen planeet. Want wij zijn hier niet alleen. Wij zijn hier met anderen. En zowel in de woestijnen. Als op de Noordpool. Op de Zuidpool. Er zijn allemaal andere levensvormen te vinden. En ze laat je niet langer voor de gek houden. Wij zijn niet alleen in deze wereld. Ik zeg mensen, bedankt voor het kijken. Maak er een mooie dag van. Denk aan je naasten. Wees lief voor elkaar. En stop met oorlog voeren. Mensen, tot alien.